Hallo allemaal, lezen voor de lijst Marjolein van Heemstra en we noemen hem in 2017 verschenen. Het motto is van William Maxwell: In talking about the past, we lie with every breath we draw. Dus als we over het verleden spreken, zijn we geneigd om steeds te liegen. Eigenlijk liegen we het verleden constant. We zijn altijd aan het liegen over het verleden. Het verleden wil je vaak naar je zin kneden. Je wil, als je het over het verleden hebt, een bepaald verhaal vertellen. En als dat een mythisch verhaal is, zoals in dit geval van Marjolein Heemstra, dan wil je aan die mythe vasthouden en dan pas je de feiten uit het verleden aan. Of je laat dingen weg, of je herinnert je dingen niet goed. Dat betekent dus in talking about the past, we lie with every breath we draw. Het verwijst naar de diep in mensen gewortelde neiging het verleden anders voor te stellen dan het in werkelijkheid geweest is. Dat slaat op de overlevenden, degenen die tijdgenoten waren van de aanslag op 5 december 1946, maar ook op de schrijfster zelf, die aan het eind van de roman opbiecht dat ze gelogen heeft, kleine leugentjes heeft verteld, maar ook belangrijke dingen, gegevens over haar oom Frans van Heemstra heeft weggelaten om de mythe van het heldendom in stand te houden. Zodat ze met trots de ring zou kunnen doorgeven van Frans, die bestemd was voor een naamgenoot. En die naamgenoot zou dan haar eigen zoon worden, het kind waarvan ze in het boek zwanger is. Een belangrijke verhaallijn waar ik niet zo de nadruk op zal leggen, is het zwangerschapsverloop en de geboorte van dat kindje van Marjolein. In dezelfde tijd onderzoekt ze het verleden van haar oom Frans. Marjolein krijgt de ring van Frans van Heemstra van haar oma, die er weer via via gekomen is, en belooft de ring te bestemmen aan een naamgenoot van de verzetsheld. En dat is dan het kindje dat ze in haar buik heeft. Uit de familie Frans van Heemstra, die op pakjesavond 1946 via een bom een niet veroordeelde NSB'er heeft gedood en na de oorlog zo alsnog voor gerechtigheid zou hebben gezorgd. Dat is de mythe. De mythe is dus, we hebben een oom in de familie die zelfs na de oorlog zo goed was, in het verzet heeft gezeten, zo goed was om een NSB'er die 12 Engelandvaarders heeft verraden alsnog te liquideren. Het was Frans' laatste wens dat zijn ring aan de vinger zou worden geschoven na zijn dood van een naamgenoot. We zullen zien dat dat ook iets te maken heeft met persoonlijke gebeurtenissen in zijn leven. Nu Marjolein zwanger is, wil ze haar kind Frans noemen en later, als hij groter is, de ring aan zijn vinger doen en hem die ring doet toekomen als herinnering aan en eerbewijs van Frans. 27 weken voor de bevalling wil Marjolein meer weten. Ze weet weinig, maar ze is van plan het allemaal uit te zoeken, ook om gerechtigheid te doen zegevieren. Ze ontdekt dat Frans in 1946 hoofd van de gemotoriseerde dienst van de kazerne was en achterneef van opa was en dat hij veroordeeld is voor de aanslag in 1946 en een aantal jaren heeft gezeten in de gevangenis in Leeuwarden en door gratie van koningin Juliana na een paar jaar al uit mocht, terwijl hij 13 jaar had gekregen. Citaat: Ik, dat is Marjolein, ik wil een moreel kompas, een naam waarop je kunt navigeren. En ik zeg Marjolein en dat betekent dus dat het autobiografisch is, dit boek. Frans zou als Sinterklaas verkleed de verrader boer van Engelandvaarders, de verrader van Engelandvaarders, de verrader boer met een bom als surprise, Sinterklaas surprise,
omgelegd hebben. Let op, er is ook sprake van een de boer. Dat is niet dezelfde als boer. De verrader heet boer en degene die de bommen maakte heet de boer. Via een familielid wordt al gauw duidelijk dat dat een verzonnen verhaal is. De schoonzoon van een tante heeft op een veiling een doos met spullen met Van Heemstra erop gevonden. Dat levert wat foto's op, maar verder niks. Er zijn twee dingen die je niet terugvindt in historische bronnen. Dat is een citaat. Dat wat voor kennisnamen wordt aangenomen, wat iedereen heel gewoon vindt om te weten, dat hoeft niet te worden opgeschreven of gedocumenteerd. En datgene wat niet benoemd wil, wat ze niet benoemd willen hebben, dus dat ze achter willen houden. Een oude vriendin van Frans, een zekere A, vertelt dat hij is veroordeeld in 1947, geïnterneerd is in Leeuwarden. Juliana gaf hem gratie, van de 30 jaar zat hij er maar 3 uit. Zijn beste vriend was Maurice Stulp, autocoureur. Die familie Stulp zal nog behulpzaam zijn bij de zoektocht. Frans haatte de nazi's omdat hij een autoriteitsprobleem had. En dus niet zozeer vanwege het feit dat die nazi's verkeerde ideeën zouden hebben. Dat is al een klein smetje op het blazoen van de mythe. Hè? Dat zouden we liever anders gezien hebben. Zou er op 5 december 1946 ingeluisterd zijn, volgens A. Hij had 3 vrouwen. Caroline, een NSB-ster. Nelly, die nu dood is. En A, die hem mee naar Spanje neemt, waar hij aan suikerziekte doodgaat. Zij is dan al geamputeerd aan beide benen en op het laatst verzorgd door een ex-marinier en de groenteboer op de hoek van de straat die bij zijn sterven aanwezig is. Er is een document van Montgomery waarin hij bedankt wordt voor zijn verzetswerk en vecht voor de vrijheid, zijn vechten voor de vrijheid, een soort oorkonde. Ze hangt de oorkonde boven het toekomstige bedje van de baby. De man van Marjolein, een zekere D, zegt dat ze oude kranten moet zoeken uit 1946. Daar is een compacte mythe van gemaakt. Hij is zelf naar Brussel gereden op de motor, al dan niet met een explosief, op 5 december 1946. Hij heeft in het geheim 2 ondergeschikten, Peters en Haastrecht, de opdracht gegeven om bomaanslagen te plegen. Korporaal De Boer zou die gemaakt hebben, die bommen. Heel ingenieuze bommen met een wijnfles en een granaat erin. Verpakte Sinterklaas surprises. Haastrecht rijdt naar Amsterdam, naar de Prinsengracht 266 en neemt een lifter mee. Maar onderweg gaat het explosief af. De lifter, die van niks weet, die is zwaar gewond. Haastrecht is licht gewond, gek genoeg. Hij wordt dan ook snel gearresteerd. Petersen laat 2 voorbijgangers de bommen bij de NSB'er boer op de trap leggen. En dan roepen ze naar boven, Sinterklaas surprise, Sinterklaas. En dan komen de mensen naar beneden en gaat de bom af in het huis. Daar komen 3 mensen bij om. De vermeende NSB'er boer, zijn vrouw en een 17-jarig dienstmeisje. Er is nog wel iemand in die kamer, maar die komt hem met lichte verwondingen af. De boer is een behoorlijke moordenaar, want die bommenmaker zou 6 moorden op zijn geweten hebben. Of dat waar is, weet niemand. Niemand weet waar Frans Heemstra in Brussel naartoe gegaan is. Of waar hij de bommen die hij bij zich gehad moet hebben, heeft gedropt. Later ontdekt Heemstra dat hij bij zijn vriendin in een hotel sliep. Gewetensvraag, en ik doe met Heemstra dan de schrijfster, hè, Marjolein. Gewetensvraag, heeft Frans de andere 2 doden als collateral damage beschouwd? Bijkomende schade beschouwd. Citaat, we hechten zoveel waarde aan de waarheid omdat we geloven dat het leven volgens een bepaalde dramaturgie verloopt, net als in een roman. Conflict, strijd, goed einde. En wij gaan ervan uit
dat de werkelijkheid ook zo in elkaar zit. En nou zouden we graag een mythe willen over onze familie. En dat zou Marjolein heel graag willen, dat ze de ring kon doorgeven met die driedeling erbij. Van ik heb je te vertellen over een conflict, over strijd en over het goede einde. En degene die die ring heeft is een held en die zorgt voor dat goede einde. Maar, nog weer citaat, het leven is verdringing, gladstrijken, vergeten. In de roman speelt de kaart van Antarctica een grote rol. Dat is zal een gemeen vraagje zijn op het tentamen. Waarom heeft ze het toch over die kaart van Antarctica? Nou, daar heeft ze het over omdat die grotendeels leeg is als je die kaart bekijkt. Er moeten allerlei gebeurtenissen in het leven van die Frans Heemstra nog worden ingevuld, nog ingetekend. En ook de levens van anderen die hem kruisten en de mensen die omgekomen zijn. Wie stonden er nog meer bijvoorbeeld op Franse dodenlijst? Hoe zit het met de mensen die omkwamen, maar nergens iets mee te maken hadden? Nelly, zijn tweede vrouw, blijkt nog in leven. Waarom moest Boer dood? Ja, zegt ze, iets met Engelandvaarders, geloof ik. En dat is het mythische verhaal dat rondgaat, maar waarvoor geen centimeter bewijs is dat hij 12 Engelandvaarders zou hebben verraden. Frans blijkt vervolgens gewoon in Brussel in die nacht van de 5e op de 6e december met haar in een hotel overnacht te hebben en geen explosief bij zich te hebben gehad. Dat is ook heel raadselachtig. Hij heeft de opdracht gegeven, maar heeft zich verder teruggetrokken. In Nederland terug wordt hij gearresteerd. Ze heeft een tijdje de ring van Frans gedragen tot ze uit elkaar gingen. Het leven met Frans was een feest, maar ze werd gek van zijn eindeloze bedrog met vrouwen. Boer zou, zo ontdekt Marjolein, 12 Engelandvaarders verraden hebben en daarom door Frans groepje te zijn vermoord. Maar verder onderzoek onthult dat dit gewoon onwaar is. Dus dat is een mythologisch verhaal, maar nu ten negatieve. Het is helemaal niet waar. Wellicht heeft hij wel duiven aan de Weermacht geleverd, die voor het overbrengen van boodschappen werden gebruikt. Maar echte collaboratie is het eigenlijk niet. Marjolein kwam hierachter in het Nationaal Archief, door daar te zoeken. Nergens direct bewijs dus van verraad. Daar op het archief ontmoette ze een zeker Herman, wiens vader zelfmoord pleegde toen hij beschuldigd werd van collaboratie. Ze vindt dan uiteindelijk 3 lijkschouwingsrapporten die haar schokken. Van François Boer, zijn vrouw Grietje Boer van Dijk en van zekere Jacoba Visser van maar 17 jaar. Dat waren de 2 andere slachtoffers dus naast de Boer. Er was nog een Maria Johanna die er met lichte verwondingen van afkomt. En de vraag gaat reizen, was die bommenneef, zoals die wordt genoemd, die Frans, geen held, maar een moordenaar? Ze aarzelt dan of ze het verhaal zal afmaken. Wat als de mythe van de verzetzeil instort? Wat moet ze dan met die ring en hoe moet dat dan in de familie? Ze gaat door vanwege gerechtigheid voor de slachtoffers en het nakomen van de belofte aan haar zoon. Alles komt neer op de vraag, wat zou jij doen? Zou ik een ander leven opofferen voor mijn eigen overtuiging, vraagt Marjolein. En ze zegt nee, maar heel eerlijk vind ik, nou ja. En dan volgt het eerste verhaal over het ondergaan van een abortus. Het leven voldeed niet aan haar zelfbeeld en dus paste ze de werkelijkheid aan en pleegde eigenlijk een moord, zou je kunnen zeggen, door dat kindje niet te laten komen. Frans, zo ontdekt ze, had de dood van zijn moeder op jonge leeftijd nooit verwerkt. Net als de dood van een jonggeboren kind bij zijn eerste vrouw. Vandaar dat doorgeven van die ring. Is dit nu het begin van een nieuwe mythe? Bommenneef en nog een verloren zoon? Frans zocht een plaatsvervanger voor zijn doodgeboren zoontje die de ring had moeten dragen. Belangrijk terugkerende vraag. Hoe lang duurt een oorlog? Dat is een belangrijk motief in het boek.
Want het was 1946 dat het gebeurde. Dus voor Frans ging de oorlog gewoon door. Overtuigd van de morele juistheid van zijn daad. Niet onder de indruk van onschuldige doden die niks betekenden in zijn morele universum, maar waar wij nu heel anders tegenaan kijken. Ze ontdekte in dat Nationaal Archief een verslag van de hoorzitting van 5 december 1946. De advocaat zegt daar, om Frans te verdedigen: je kunt een man niet begrijpen zonder de oorlog te begrijpen. Frans zou negatief beïnvloed worden door korporaal De Boer, de bommenmaker. Was Bommenneef een slachtoffer, vraagt ze zich dan af. Frans was een wraakzuchtige, autoritaire man, blijkt uit dat rechtbankverslag, die zijn ondergeschikte vertelde dat er een liquiditatiekamer was opgericht. Over de dood van het 17-jarige meisje, zo gaan die dingen, heeft hij gezegd, dus tamelijk gevoelloos. Mannen behoren tot de illegaliteit, maar waar en wanneer eindigt dan de oorlog? Frans zou aan een illegaliteitspsychose lijden, hebben psychiaters in die tijd gezegd. Het oordeel wordt 13 jaar cel, die De Boer krijgt 11,5 jaar en Petersen krijgt 7 jaar. Maar ze worden met gratie al snel weer vrijgelaten. Frans zou contact hebben gehad met Nederlandse Veiligheidsdienst, afdeling Speciale Opdrachten. Hij zou eind 45 een organisatie tegen het communisme hebben opgericht, en let op, die samen met ex-nazi's tegen links wilde vechten. Dus dan werkt hij samen met de vijand en tegelijkertijd vernietigt die verraders. Frans wilde koste wat koste oorlog voortzetten. Het sterfbed van Frans was afschuwelijk. Vloekend ging hij dood, terwijl in Spanje de groentemaan aan zijn bed zat. Marjolein besluit contact te leggen met de familie van de slachtoffers Boer. Alles wijst in de richting van de onschuld van Boer. Volgens de familie van Jacoba werd de familie Boer heel goed voor haar. Was heel goed voor haar als dienstmeisje en konden ze goed met elkaar opschieten. Over de daders weten ze niks, die familie. Ten slotte bezoekt Marjolein dan toch nog, om het allemaal zeker te weten, hoogzwanger en wel en met een hoge bloeddruk, Spanje. En gaat die groenteman spreken. Ze krijgt hem niet te spreken, want hij is ziek. Maar ze krijgt hem wel aan de telefoon, maar daar wordt ze niet veel wijzer van. Frans heeft nooit iets van spijt betuigd of sorry gezegd. En dan komt er een belangrijk moment in het boek, wat je absoluut goed moet onthouden en wat je op het tentamen naar voren moet brengen. Dan blijkt dat Marjolein gelogen heeft, kleine leugentjes weliswaar, niet zulke belangrijke leugens, om het verhaal wat kloppender te maken, om dus die mythe maar in stand te houden. Want die kwamen er goed uit, die kleine leugentjes. Maar belangrijker, ze heeft iets verzwegen. Wat heeft ze dan verzwegen? Nou, dat Frans betrokken was bij de afschuwelijke ontvoering van een hotelhouder te Renkum, die ze van plan waren echt te kruisigen en dood te laten bloeden. Dat Frans Goedewagen en Drost zonder pardon op de dodenlijst liet zetten, na een conflict over zijn smokkelpraktijken in auto-onderdelen. Dus daar hadden die Goedewagen en Drost lucht van gekregen. Die hadden daar kritiek op gehad of hem daarover aangesproken. En toen had hij zich zonder pardon op een dodenlijst laten zetten. Nou, de mythe stort meer en meer in. Frans wordt meer en meer een crimineel figuur. En ook heeft ze weggelaten en verzwegen dat hij de Sinterklaas des doods werd genoemd. Dat zal ook niet voor niks geweest zijn. Dat zijn bijnaam was. Ze heeft hem eigenlijk in bescherming genomen, zegt ze heel eerlijk, om de mythe te beschermen. Nou, dan wordt de baby geboren. Die wordt gehaald. Wat zal zijn naam zijn? Zal ze hem naar Frans vernoemen en zal ze de ring om zijn vingers doen als die groot is? Na een zware bevalling komt het kind
Ze vraagt haar man D het certificaat van Montgomery boven het bedje van de baby weg te halen. Nou, dat is een sterke aanwijzing voor het open einde dat zij het kindje niet naar die Frans zal noemen. Dus de enige aanwijzing die we hebben, want ze zegt tegen de verpleegster, hij heeft een naam, aan het eind van het boek, en daar staat er net op tijd, lacht ze, dat is de verpleegster, ik kom zo langs met pen en papier, is dan de laatste zin. En we weten dan niet hoe het kindje werkelijk heet. En het wordt een beetje in het midden gelaten, maar ik denk dat het niet in het midden gelaten wordt, dat het wel duidelijk is, door het weghalen van die oorkonde van Montgomery boven dat bedje, dat ze dat absoluut niet van plan is om het kindje Frans te noemen. Ze vernoemt hem dus niet, volgens mij. En je hebt de argumenten voor op het tentamen, heb je daar, denk ik. Een belangrijke verhaallijn is in dit boek het verloop van de zwangerschap. Dat heb ik vanwege de ingewikkeldheid van het verhaal van de mythe niet tussendoor geweven, maar dat doet de schrijfster wel. Ze beschrijft de gezondheidsproblemen en de ervaringen die ze heeft als ze zwanger is, wat ze voelt, hoe ze zich voelt, dat ze zich, als de bloeddruk omhoog gaat, werkelijk naar het Nationaal Archief moet slepen. Het aftellen van de weken zie je terug in de hoofdstukken. Nog zoveel weken, nog 27 weken, dacht ik, begint het mee. En dan loopt het af na nog een paar dagen en dan is tenslotte de geboorte daar. Het aftellen dus totdat het kindje komt. De rol van die echtgenoot D, die haar bijvoorbeeld op wijst van je kunt gewoon in kranten zoeken. Hij geeft een belangrijke aanwijzing. De hoge bloeddruk en de voortdurende afweging, vernoem ik het kind naar Frans? Is die Frans een moordenaar of een held? Is hij te vertrouwen of niet te vertrouwen? En wil ik dit? En het pogen van de mythe om zo lang mogelijk stand te houden tot het niet meer kan. Was het maar zo'n mooie mythe geweest met een duidelijke heldenrol voor Frans, dan had ze een held in de familie gehad die na de oorlog weliswaar een moord had gepleegd, maar een terechte moord als die boer die 12 verzetstrijders of Engelandvaarders had verraden. Maar dat is het dus niet. En we noemen dat een mythe. Een mythe is een heldenverhaal waarin vaak ook goden optreden, mythologie, hè, dat woord ken je wel. In dit geval dus helden optreden en een held. En dat, die gaafheid van het verhaal wil ze zo lang mogelijk in stand houden. De spanningsboog die wordt hier duidelijk gelinkt aan een soort thriller. Hè. Het is een soort detective-achtig geheel, dat boek. Je kunt ook zeggen, het is een kweeste, een zoektocht naar de waarheid. Ik weet niet of je docent dat woord kweeste veel gebruikt. Het wordt eigenlijk vooral in de historische letterkunde gebruikt. Het begrip kweeste en kweeste voor moderne letterkunde, ja, daar heb ik altijd een beetje moeite mee. Maar het is wel een zoektocht. Het is een zoektocht naar de ware Frans. Hè? En dan met name in de hoop dat ze haar kindje naar hem zou kunnen vernoemen. Ja, wat je zou je kunnen zien als het thema? Nou, de zoektocht naar of de constructie van een mythe. De zoektocht naar de mythe of het invullen van die mythe. En die wordt een mislukking. Dus kort gezegd, zoek toch naar de constructie van een mythe die een mislukking wordt. Of het vernietigen van een mythe. Of iets dergelijks. Je begrijpt wat ik bedoel. Motieven zijn er verschillende. Belangrijk speelt natuurlijk de lengte van de oorlog als motief. Er komt voortdurend weer terug van hoe kan het dat het in 1946 nog steeds oorlog is voor die Frans. Hoe lang duurt een oorlog dan? Is dat van het moment dat de oorlog uitbreekt tot en met de vrede. Nou, de meeste oorlogen, dat weten jullie ook wel, die duren langer. Met andere woorden, die hebben een nasleep. En daar gaat het in dit boek over.
Dan natuurlijk de aanslag en haar achtergrond. Achtergrond van die aanslag, de vermeende verraad. De zoektocht langs personen, kranten, Nationaal Archief. Hè, de zoektocht dus. Abortus en de morele implicatie daarvan. Implicatie is wat er ook nog bij hoort. Geïmpliceerd als A dan B. Dus je vraagt je af, wat is abortus voor een daad? Is dat vergelijkbaar met het ombrengen van een mens? Of is dat toch anders? In dit geval voelt ze zich moreel in ieder geval wel aangesproken. En het is wel ongelooflijk eerlijk. Een eerlijk boek, dat ze dat zo in het boek heeft gezet. De vragen rondom schuld en onschuld, nou, die heb ik uitgebreid besproken. Er is geen bewijs voor het verraad van die boer. Dus dan nog kun je je afvragen, moet je iemand dan op deze wijze straffen? Kun je hem niet gewoon via het gerecht aanpakken? Dus dan blijft zo'n daad altijd dubieus. De sterke familiebanden, met name dat gevoel van het kind dat in mij groeit, dat moet ik verbinden met de familie voor mij, met de mensen voor mij. En dan denk je vooral die oom Frans en die ring. En dan natuurlijk de informatie over het zwangerschapsverloop. En dat is een aparte zijtak in het boek, een aparte minder belangrijke vertellijn, hè? Verhaallijn. Nou, dat was het weer. Was weer heel wat. Ik heb met belangstelling het boek gelezen en ik vond dat spannend in de zin van dat het spanningsverloop, hè, die vraag die steeds bij je opkomt, hoe zou het gebeurd zijn? Wat is de rol van die Frans? Waar komt ze wat te weten en wat zal ze uiteindelijk doen? Kijk naar de titel en we noemen hem, puntje, puntje, puntje. Zij laat dat open. Ik heb nagedacht over de vraag waarom ze het open laat. Ik denk omdat al deze vragen rondom oorlog en verraad en het verleden, kijk naar het motto, zo ingewikkeld zijn dat een eenduidige keuze te persoonlijk is. Je moet dus je afvragen wat in het boek ook staat. Wat zou ik doen? Wat zou jij doen in tijden van oorlog? En ben je bereid om iemand of het leven van iemand na de oorlog nog op te offeren voor de gerechtigheid? Als gerechtigheid al bestaat. Ik dank je weer voor je aandacht. Ik ga het filmpje op de computer zetten en ik zou zeggen, als je het verduidelijkend vond, like dan even mijn filmpje en bezoek steeds mijn kanaal, want het breidt één keer in de zoveel dagen uit met een boek. Dankjewel.